de vraag is nu van, is de erfenis van Friends groter dan van Seinfeld? Dat is ook niet helemaal waar, hè? Dat vind ik flauwekul. Maar goed, die gasten zijn zo ongelooflijk binnengelopen op die serie. De moeder aller sitcoms is terug op een streamingplatform, Seinfeld. Sinds vorige week is hij te zien op Netflix, nadat het stopte op Amazon Prime. Seinfeld heeft dezelfde status als Friends. Ook al is het 32 jaar geleden begonnen. Een hele nieuwe generatie omarmt de serie. Naast mij staat Willem Schouten, film- en seriekenner van de Telegraaf. Ik zeg dat nou wel, een hele nieuwe generatie omarmt Seinfeld. Maar dat is ook niet helemaal waar, hè? Nou ja, dat moeten we zien. Ik zat even te kijken naar Netflix van hoe het nou scoort. Hè, het is wel trending, maar op één staat Squid Game bijvoorbeeld. Ja. Hè, wat een heel nieuwe serie is en enorm populair. Daar moeten we misschien ook nog eens over hebben. Ja. Maar ik weet niet hoe groot het gaat worden. Alleen het heeft wel een enorme impact gehad. En ik denk dat het nog steeds wel impact heeft over hoe sitcoms gemaakt hebben. En daarmee hebben we het er even over. Ja, er werd ook gemopperd op Twitter over de kwaliteit, hè? Het was ook 16 bij 9. Ja, nou ja, dat vind ik dan eerlijk gezegd wel een beetje flauw. Het gaat over dat inderdaad, het is natuurlijk een 4-3 opgenomen, hè? Ja. Die ouderwetse beeldschermpjes, tv-schermpjes. Het is nu allemaal omgezet op de breedbeeld, zeg maar. Maar ja, weet je, ja, dat zie je. Eerst een paar minuten. Seinfeld gaat toch natuurlijk niet over visuele spektakels. Hè? Nee, het is geen Marvel of James Bond. Nee. Ik bedoel, het is bijna een hoorspel. Het gaat over de dialogen, over de vreselijke mensen die de hoofdrolspelers eigenlijk zijn. De kleine dingen van het leven. En de hilarische manier waarop zij met alledaagse dingen omgaan. Ja. Er is ook een rivaliteit, hè, tussen Friends en Seinfeld, omdat het allebei series uit de jaren 90 waren. En nou ja, het is inderdaad zo. Beatles en Stones, zei jij al meteen. Nou ja, dat klopt. We hebben het even voorbesproken, inderdaad. Je hebt natuurlijk een generatie die opgegroeid is met de Beatles en de Stones. Daar moest je tussen kiezen. In mijn tijd, denk ik ook jouw tijd, Prince of Michael Jackson. Ja. En in de jaren 90 had je Seinfeld of Friends. Nou, Seinfeld is eigenlijk officieel dan in de jaren 80 begonnen. In 89 hadden ze een half jaargangetje. En daarna is het een enorme item geworden in populaire cultuur. En Friends kwam iets daarna. Friends is nog steeds een soort van powerhouse. We hadden net die reunie. Dat was een enorm ding. Hebben we allemaal naar gekeken. Was ook op de Nederlandse televisie en radio van alles over te doen. Seinfeld veel minder. Dus ja, de vraag is nu van, is de erfenis van Friends groter dan van Seinfeld? Nou, daar kun je over discussiëren. Ik vind de serie Seinfeld in ieder geval veel leuker. Ja, ik ook. Onze grote held, voor ons allebei, dat is ook leuk. Want er is ook een soort andere rivaliteit, daar gaan we het ook over hebben. Dat is George. En George is een kleine driftkikker. Ja. Laten we gewoon even kijken. Please don't call me Pinhead. I'm losing it. It makes me so mad. Serenity now! I told you the Drake was bad. I hate the Drake. Oh, you're killing independent George. George was niet alleen driftig, hij was ook heel onzeker. Ja, en als er een onzekerheidje was, dan was dat een soort rode draad door de serie. En dat moest dan even met iedereen besproken worden, hoe je er precies over moest denken. George verenigt alle slechte eigenschappen van een mens, die we allemaal herkennen. Want ik herken me enorm in George, in alle kleine dingen die hij fout doet en waar hij elke keer weer de mist in gaat. En hij is zo hilarisch. En ik heb natuurlijk een paar afleveringen gekeken. Ik zat ook naar een aflevering te kijken. Dan zit hij in een vergadering met iemand die maakt een grapje ten koste van hem. En hij weet niet meer wat hij terug moet zeggen. Hij weet het niet. En dan zie je hem later in de auto zitten naar huis. En dan zit hij zich helemaal op te vreten. En dan ineens bedenkt hij, oh, dat had ik moeten zeggen. Dus dan gaat hij een heel plan bedenken om dan weer met die man in een vergadering te zitten. En het allemaal nog een keer, dat hij de juiste antwoord geeft. Allemaal dingen. Want je hebt allemaal volgens mij wel eens van, iemand zegt iets wat je net even raakt. En dan weet je niet wat je terug moet. Ja, goed, dat soort dingen. En ja, je zag het in de dingen. Dat Serenity Now. Dat is ook zo. Dat is voor mij en mijn vrouw nog steeds wel een ding. Weet je, dat we het over hebben. Van, als we helemaal flippen. Dan roepen we Serenity Now. En dan moeten we weer een beetje tot rust komen. Laten we ook even naar kijken. Serenity Now. Serenity Now. Serenity Now. Serenity Now!
There, I did it! I beat Braun! Come on, let's see how it's going. Ja, dus als je helemaal flipt, moet je weer tot jezelf komen. Sorry. Ja, nou, dat lukt ze dus natuurlijk uiteraard niet. Zoals wij allemaal dat heel slecht kunnen als dingen slecht voor ons gaan. Weet je, het mooie van de serie, op een gegeven moment wordt dat ook besproken. De serie gaat natuurlijk over niks. Ze ontwikkelen zich niet. Er zijn geen romances die enorme element zijn zoals je bij Friends wel hebt. Alledaagse dingen, hoe mensen daarop reageren. Mensen die niet per se allemaal de mooiste eigenschappen van ons vertegenwoordigen. En dat is zo hilarisch. En George is mijn favoriet. Maar bijvoorbeeld Elaine vind ik ook een geweldige personage. Ja. De enige vrouw in de cast. Fantastisch, hè? Ik zat ook naar een aflevering gisteren te kijken. Dat ze bekend dat ze alles gefaked heeft in bed met Jerry. Ja. Jerry helemaal in de war. Nou, ja. Dus fantastisch hoe ze dat uitspeelt. Er zijn zoveel van die momenten die zij ook vertegenwoordigt. Maar goed, die gasten zijn zo ongelooflijk binnengelopen op die serie. Ja. Dat was ook op een gegeven moment een ding tussen Friends en Seinfeld over wat ze allemaal verdienden. Ja. Want dat in die periode is ze allemaal geëxplodeerd. De sitcom, dat was eigenlijk de hoogtijdagen van de sitcom. Ja, wel fascinerend dat je het nu weer kan zien. Ik vind dat het overeind. Het is nog een voorlopig oordeel, want ik heb natuurlijk niet alles overnieuw zitten kijken. Maar wat ik zag, ja, ik moest al meteen weer helemaal vlak. Ja, dus of het de tand destijds heeft doorstaan, daar wil jij nog heel even mee wachten. Ja, kijk, ik denk wel dat Friends, als je naar erfenis kijkt van Friends is natuurlijk nu nog steeds relevant. Op een of andere manier. En dat heb je. Ik denk dat met Seinfeld minder is. De tand destijds heeft ook te maken met een ander tijdperk. Naar anders tegen dingen aankijken. Ja, man-vrouw verhoudingen, huidskleur verhoudingen. Ja. De hoofdpersoon Kramer, waar we het helemaal niet eens over gehad hebben, want dat is dan die rivaliteit. Je bent of Kramer-fan of je bent George-fan. Klopt, ja, heb je ook gelijk. Dit zijn twee andere type humor die zij hadden. Ja. De hoofdpersoon Kramer, die heeft in het echte leven het N-woord gebruikt. Zeker, ja. Is daardoor een soort op een zijpad terecht. Hebben we nooit meer wat van gehoord. Hè? Nee. Dat is in de Amerikaanse context. En dat is al volgens mij 15 jaar geleden gebeurd. Is dat niet langer. Absolute no-no. Ja, ja, en dan ga je voor de bijl. Ja, Dat is zo. Kijk, er is natuurlijk ook kritiek geweest. Als je kijkt naar Brede, is er ook kritiek geweest op Friends. Dat daar geen zwarte personages in waren. Dat ze beledigend waren over homo's. Op een gegeven moment, dat werd toen bij die reunie, kwam dat er of anders sprak. Ja, weet je, ik vind dat je die dingen allemaal in die tijd moet bekijken. Het gaat mij om de serie. De serie Seinfeld is denk ik ook, ook als het gaat over seks uitgesproken. Hè, wat ik al zei, dan nu zou gebeuren. Over dat Elaine alles faked. Dat was hilarisch. En er zijn volgens mij veel meer voorbeelden van. In die tijd, in die zin is het wat gedateerd. Maar ik vind dat je dingen nooit zo moet bekijken. Als het ging om Friends, Friends is niet mijn favoriete serie, maar is wel heel erg goed gemaakt. En ik snap waarom. En je kunt niet zeggen, er zitten geen zwarte personages in, maar The Fresh Prince of Bel-Air gaat volgens mij is het louter goed. Over. En dat vind ik ook. Dat was ook geweldig. Je hebt nu Blackish, wat een fantastische serie is. Ik bedoel, ik vind niet dat je. Dan moet je ook niet gaan zeggen van, er moeten meer witte in. Het slaat nergens op. Nee, het zijn gewoon hele goede series. Ja. En je had voor die tijd had je natuurlijk al de kost. Nou ja, anyway. Ja. Hoef je niet te ver op in te gaan, maar dat vind ik flauwekul. Ik vind dat je de dingen op bekijken op hun merites en in zijn tijd ook moet bekijken. Ja. Ga gewoon lekker zitten, want het is fantastisch. Willem Schouten, dankjewel. Oké.